Weer een nieuwe morgen. Echt fucking goed geslapen. Alleen de arts drukte een beetje. Happy birthday. Ja. Je bent een vroeg bijsje. Kijk, is mijn favoriet. Ja, hij heeft hem weer verwend, vriend. Favoriet. En dat is de man met die onze fitnesskaart heeft. Maar dat is goed, gewoon een roerei nu. Ja. Toch? Gewoon simpel. Ik hou niet van moeilijk. Precies, vriend. Gewoon simpel doen. Kijk, die is klaar. Ik geef het een 10. Mooi. Ik geef het een 10. Dat zijn allemaal voor ons? Ja. Ja? Super, echt heel erg dankjewel. Nou mensen, zoals je kunt zien, we worden gewoon eigenlijk, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen eigenlijk. Verwend. Ja, ja, precies. Nou, ze zullen niet met lege handen weg laten gaan dus. Nou, we krijgen nu gewoon nog een keer €50 voor deze toppen. Ik heb ook geen woorden voor, we zijn super verwend hier. Super bedankt allemaal. Gewoon eten, ja. Drinken, slaapplek. Slapen, gewoon geld. Stiekem met bandjes. Ja, bandjes. Fitnessschool. Zelfs zalm. Eieren heeft die jongen voor ons gebakken. Ja jongen, even serieus. Jij bent echt een baas, maat. Echt waar. Oké, we gaan dus zo even sporten, want er is een hele mooie sportschool schijnt op deze camping. En we waren eigenlijk de sportkleren aan het pakken, en er kwam er nog iemand naar ons toe, want die wil ook nog wat geven. Ja. Nou, alsjeblieft. Ik voel me gewoon een beetje, ik weet niet. Ja. Ik heb er geen woorden voor, dankjewel. Oh, oké. Drop and give me 10 push-ups, man. En you? You must do 10 push-ups. Yeah, you and me do 10 push-ups. Oh shit, what a piece. Okay, let's go. Only 10? Ben je weer verdwenen? Ja, nu is de vraag natuurlijk, wie gaat er langs door, hè? Maar wel honden. Dat is goed, hè? Kom aan, keep it. Nou, dat kan ik niet even, hè? Keep it. Hey, see you later, man. Hey, see you later. Maar ik heb extra sport gehad. Ja. Ah, zomaar kist het gewoon even op het strand. En gelijk een applaus van het hele terras. Ja. Kijk, we zijn even aangekomen bij een restaurantje, want we hadden dorst en honger. En aangezien we dus, hoeveel geld hadden we eigenlijk gehad? 265. Aangezien we dus iets van €265 hebben gehad van de mensen op de camping, ja, kunnen we nu dus gewoon eten kopen. Nou, we hebben gekozen voor een lekker biertje. Sport maar, hè. Waar is die? Ja, het is
Een biertje, als je in het buitenland bent op vakantie, denk een biertje, dan is het toch wel lekker, toch? Ja. Het geeft dus een extra gevoeletje van, ik ben toch zo'n soort van vakantie. Dus we zijn wel druk bezig geweest. En als we even gaan eten met een biertje, is dan een kleine pauze is voor ons. En in Spanje drinken ze allemaal alcohol tijdens het eten, dus het is normaal. Ja, inderdaad, van normaal siesta. We hebben ook een visdraad hebben we gevonden. En we hebben een slang gekocht. Dus zometeen gaan we die visdraad aan de slang doen. En dan gaan we langs allemaal mooie vrouwen langs het strand rennen met een slang. En dan gaan we roepen, snake, snake. En dan gaan we gewoon even kijken hoe ze gaan reageren. Ik hoop dat het echt fucking gaaf gaat worden, dat ze allemaal bang worden en shit. En hopelijk kunnen ze erom lachen natuurlijk, maar dat is ook altijd nog maar de vraag. Dus ja, maar ja, we gaan eerst even een biertje drinken. Dan gaan we even die Caesar salad eten, want ik heb gaan Caesar salad bestellen. En dan gaan we die prank opnemen. Gratis bier! Hey! Ja, het is wel gratis. Ja, het is gewoon gratis. Nog steeds alle mensen die deze video kijken en je hebt ons geld gegeven. Echt. Pak hem maar uit, echt waar. We zijn echt baas. Goede mensen bestaan nog. Ja, ja, ja. Mensen, de prank is wel gelukt, maar niet echt super, super goed iedereen. Ja, het is toch lastiger als je denkt, weet je. Want heel veel mensen zitten dus te slapen op het strand of lezen een boek. Of zijn we surfen aan de zon. Ja. Dus... En dat zijn wij ook wel een beetje eigenlijk nu. Ja, we hebben super honger ondertussen. Dus we zijn eigenlijk weer op de camping aangekomen. De slang zit nog wel in mijn zak. Dus als we iemand zien, dan proberen we het nog te doen. Ja, we gaan eerst even naar het slaapadres. Even kijken of we nog doorgaan natuurlijk. Ja, want anders moeten we even snel wat nieuws regelen. Want we hebben geen zin om weer in de auto te slapen. Zeker niet. Ja, dan gaan we daar nu even heen, toch? En dan ja, zien we hem weer. Inderdaad. Oké, we zijn dus net even bij de mensen geweest bij wie we vanavond gaan slapen. We moesten even voor de zekerheid even wel checken natuurlijk of alles nog doorging. We hadden het zeg maar gisteren besproken, maar ze waren de tent al aan het klaarzetten, dus... Het gaat alleen, maar één luchtbed. Nee, ze hadden er al extra gereden. De buurvrouw had ook een extra luchtbed nog. Ah, top. Dus buurvrouw... Maar wij gaan nu even douchen, dan gaan we even eten en dan gaan we naar de boulevard. En dan zien jullie daarin. Ja, dus denk ik bij het eten of bij de boulevard dus. En daarna gaan we jullie natuurlijk meenemen op reis als we bij onze gasten gaan slapen. Ja. Gisteren hoorden zij dat jullie er waren, dat gezicht. Ja, dat zijn de meeste. Echt, ze vonden het helemaal fantastisch. Oké, we hoorden dus net dat we even ergens langs moeten gaan. Dus we gaan even kijken wat het is. Dan doen we dat gewoon. Ja, hè? Tuurlijk. Hashtag Pranksfans nummer 1. Hè. Jullie weten het. Jullie weten het. Ik vind het zelf anders leuk. Ik ben helemaal blij hoor. Ja, weet je, ik ben er helemaal niet van. Nee, maar in mijn eigen auto. Meri, ze gaan even naar Esme. Kom. ik zeg van Esme. Ja, dat is mijn vrouw. Hallo. Goedendag. Hallo. En die zat dus gisteren met dat meisje. Ja. Ik kwam hier op de skateboard voorbij. Ik denk, nou wat is dat nou? Van die grote jongens op een skateboard. En zij zat echt zo. Want hun zijn met zijn twee kinderen en ouders. En die slapen dan in de tent. Ja. Die zijn gelijk als Sam. Jij slaapt in de caravan. Jullie moeten dus bij haar in de tent komen slapen. Ja. Oh, misschien is dat wel het meisje die we net al gezien hebben. Oké. Ja, met de roze bikini. Ja, die vroeg al of we morgen bij de kwamen slapen. Is dit van haar? Esme.
kijken. Oh, dat zou goed kunnen. Nou, we hebben net al een heel lief, klein, schattig meisje gezien. Ja. Die wil echt super graag dat we kwamen slapen. Ja. Ach, ik kan wel een tekening. Heb je een pennetje? Nee. Ja, ik ook niet. Maar wij hebben helaas geen pen, sorry. Nee. Maar als je ons nog een keer ziet en je hebt een pen mee, dan mag je er 100% in hebben. We zijn er morgen ook nog, ja? Oké, nu gaan we echt naar... Ja, hopen we gaan ja, we proberen nog steeds naar de auto toe te komen. Alleen het is best wel lastig, want steeds meer mensen kennen ons. En heel veel mensen hebben ons gisteren bijvoorbeeld al gezien en die willen dan nog steeds op de foto. Dus dan moeten we natuurlijk even tijd voor maken. Ja, en ik heb ook het gevoel dat het sinds de eerste ons heeft gezien heeft, lijkt het wel dat er een kettingreactie is gebeurd. Ja, precies. Dus, maar we doen dus nu om even naar de auto te gaan, want onze spullen liggen daar. En dan gaan we eerst even douchen, want ja, we worden ook gedoucht. Woehoe! Ja, tegenwoordig is het wel zo lastig, want als kinderen naar je kijken, dan denken nou ja, moet ik nou zwaaien? Of niet? Of niet, weet je wel. Want kijk, je wilt ook niet weer bot overkomen, dat ze denken, oh, die artisjons zijn echt verwaand, weet je wel. Want dat zijn we eigenlijk helemaal niet. Dus, maar we gaan even naar de auto en dan checken we jullie zo weer. Later. Peace up! It's out! Wah! Dames en heren, we zijn zojuist geprankt. Hey!